Heb je zelf eigenlijk verstand van voetbal? Dat ligt eraan aan wie je het vraagt. Maar ik zou zeggen, als jullie het eens een keer willen weten, moet je het eens een keer aan Willem van Hanegem vragen. Willem is ontzettend kritisch, maar Willem nam wel de moeite om bij mijn afscheid van de NOS te zijn. En daar heeft hij een paar woorden geroepen over het voetbalverstand van Jan de Jong. Daar zijn dvd's en beelden van. Ja, als bewijsmateriaal, voor eeuwig. Voor eeuwig. En het is heel erg trotsig. En zo ben ik niet om dat dan zelf uit te vinden. Maar ik geloof wel dat hij zei dat er weinig mensen binnen de NOS zijn die er meer verstand van voetbal van hebben. Maar dat zijn zijn woorden, hè, voor de duidelijkheid. Ja, nee, Dat citaat deel je graag met ons, maar dat snap ik hartstikke goed op deze plek. Dat is uit Willem. Hè. Ik zelf ben de bescheidenheid zelf. Ik zou dat zelf nooit zeggen. Ja, dan het volgende. Hè. Nu hebben we met en over jou al een aantal interviews kunnen lezen de afgelopen weken, waarin tal van typeringen over jou voorbij komen. Is er één opmerking in een krant dan ook die jou het meest heeft geraakt, waarvan je denkt, ja, die is goed, die gaat over mij precies? Nou ja, een paar dingen. Er staat iemand voor je die op zichzelf best aardig is. En als je hem als huisdier hebt, heb je betrekkelijk weinig omkijken naar mij. Dat is echt zo. Maar ik hou wel verschrikkelijk van winnen. En ik kan heel slecht tegen verliezen. Dat probeer ik dan ook, dat dat zo weinig mogelijk komt. Dat is een vrij goede typering. Tegelijkertijd hou ik er ontzettend van om problemen op te lossen. En het maakt mij eigenlijk niet uit of het een probleem is met personeel, of een journalistiek probleem, of een financieel probleem, of een onderhandelingsprobleem. Ik vind het echt leuk om problemen op te lossen. Dat zijn hele goede typeringen. Mm-hmm. En ik ben, vind ik zelf, in een uitzending bij NOS Langs de Lijn, NRC en de Volkskrant zo'n beetje heilig verklaard. Dat was niet terecht. En dan weet je ook dat de kruisiging ook vrij snel daarna volgt. Dat is ook gebeurd in het Algemeen Dagblad. Ja. Dus dan is de zaak weer een beetje in evenwicht, zou ik zo zeggen. Nee, want in het AD was Rob Slotboom, die lid van de RVC was van deze club, kritisch over jouw aanstelling. Wat dacht jij toen je dat zelf las? Nou, eerst en vooral wil ik zeggen dat ik waanzinnig, en dat is echt zo, waardering heb voor Rob. Omdat ik weet dat Rob ontzettend van Feyenoord houdt. En Rob heeft tijd, moeite, geld in Feyenoord gestoken en eigenlijk belangeloos. En zijn verdiensten voor Feyenoord zijn op dit moment veel groter dan mijn verdiensten voor Feyenoord. Want ik mag net beginnen. Dus ik zal van deze kant geen enkel negatief woord over Rob zeggen. Dat laat mij het tegenwil maar bewijzen. Als ik Rob één advies zou mogen geven, zou ik voortaan niet meer met je hond zo op de foto gaan. Maar dat is een heel ander verhaal. Maar ik hoop dat Rob en ik weer zeer op speaking terms komen. En ik, nogmaals, ik heb waanzinnig waardering voor wat Rob betekent heeft voor Feyenoord. En op dit moment betekent als vriend voor Feyenoord. En dat is veel belangrijker dan zijn persoonlijke opvatting wat hij van mij vindt.